Ik ben Henk Smit. Ik ben oud-medewerker van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ik ben altijd zeer gesteld geweest, niet zozeer in volwassen boeken, maar wel in kinderboeken. Op weg hier naartoe kwam ik dus in de etalage van de bekende boekhandel hier in de buurt van de Roelofhartplein. Zag ik een boek in de etalage liggen en dat heette Mauritsmuis. Dat is waarschijnlijk geschreven in verband met het Rembrandtjaar. Wat over het Mauritshuis gaat en waar dus zeg maar de muis waarschijnlijk een bezoek aan gaat brengen bij de Rembrandt-afdeling of tentoonstelling van het Mauritshuis. Ik zou binnen willen lopen en ik zou dat boek eigenlijk graag mee naar huis willen nemen, willen lezen. En omdat ik zo gesteld ben op de schrijver Dieter Schubert, die al die boeken, ook in het verleden heel veel leuke kinderboeken, hoofdzakelijk eigen prentenboeken, waar ik eigenlijk als volwassen zeer op gesteld ben. Wat je natuurlijk dan doet als je hem dus in dit geval misschien niet van plan bent hem te kopen, zal op een gegeven moment absoluut de Openbare Bibliotheek Amsterdam en in de collectie hebben. En dan ben ik absoluut van plan om hem te gaan lenen. En om hem dan gewoon in te kijken door te kijken en te lezen.